Kun je iets over jouw verleden vertellen? Van hoe dat het zeg maar gekomen is voordat jij bij de netwerkorganisatie kwam? Graag, leuk. Ik ben geboren in Bergen op Zoom. En ik heb gestudeerd in Antwerpen. En Antwerpen vind ik nog altijd een beetje het beloofde land. Daar heb ik ongelooflijk mooie herinneringen aan. Maar als Nederlander in mijn leeftijd ging je toen in militaire dienst. En ik heb een officiersopleiding gedaan. En ik ben officier geworden in het Nederlandse leger. En daarna solliciteren. En dat was in een tijd dat dat nog niet zo eenvoudig was. Veel gesolliciteerd. En uiteindelijk kwam ik bij de NS terecht. Mm-hmm. Dat was niet een keuze uit passie, maar wel een heel boeiend bedrijf. En in het begin was dat nog niet zo simpel om je weg daar te vinden. Ik had na een maand of 7 geloof ik al een tweede baan. Want ik kwam op het bureau voor de reizigersdienstregelingen terecht. Ja. En met een opleiding in communicatie en PR was dat nou geen hele logische stap. Ik ben bij het computerservicebureau gaan werken van de NS in de PR. Later bij het goederenvervoer terechtgekomen. Ik heb uiteindelijk 20 jaar bij de NS gewerkt in 8 verschillende functies. Ik kwam terug in mijn beloofde land, want ik werd uitgezonden voor de vertegenwoordiging in België, Luxemburg, voor België, Luxemburg en Frankrijk, een kantoor in Brussel. Ja. En daar heb ik nog 5,5 jaar gewerkt. Daarna ben ik teruggekomen, in Rotterdam gewerkt, in Utrecht. Toen ben ik in de deelmarkt chemicaliënvervoer terechtgekomen. Later containervervoer. En uiteindelijk ben ik salesmanager geworden voor het containervervoer van containertreinen van Rotterdamse haven. Wat natuurlijk een belangrijke metropool was naar allerlei Europese bestemmingen. Waarbij ik contacten opbouwde met de Belgische, Franse spoorwegen. Maar ook de Italianen, de Zwitsers, de Duitsers. Allemaal landen waar we doorheen reden natuurlijk met die treinen. En een product maak je samen. En dat verkoop je samen aan de tussenhandel of aan de grote reders. En dat moet je dus in samenwerking maken. Daar zijn goede relaties voor nodig om dat ook voor elkaar te krijgen. En dat maakte dat ik inzicht kreeg in hoe internationale commercie werkt. Talen spreken, die contacten ook goed onderhouden. Dus het was een hele boeiende wereld. Wat ik daar minder aantrekkelijk van vond, was dat in zo'n grote organisatie je heel moeilijk mensen vindt die zelf verantwoordelijkheid konden nemen voor wat er ook echt moest gebeuren. En het waren dikwijls producten die door heel Europa reden en de trein kan als een klok rijden, stipt op tijd. Je kunt precies zien hoe laat jouw trein van Berlijn in Istanbul aankomt. Maar als je een containertrein van Rotterdam naar Barcelona inlegt. Mm-hmm. En de eerste maand dat die trein moest rijden, elke dag was hij te laat. Dan vond ik dat eigenlijk een product wat niet deugde. En dan is het een heel moeilijk proces om dat beheersbaar te krijgen. Ja. Verder vond ik de politieke invloed in de commercie van die bedrijven wel erg groot. En ik wilde heel graag na die 20 jaar wat kleiner en beheersbaarder. En ik ben toen terechtgekomen bij de Belgische en Franse spoorwegen. Bedrijf in Rotterdam gestart voor hen. Okay. En 5 jaar gedaan. Dat is grote organisaties met name steeds gezeten. Managementfuncties en ook klantcontacten natuurlijk. Ja, ja, inderdaad. Ja. Leuk. We gaan zo over het vervolg praten. We gaan eerst even luisteren naar een nummer wat een vriend van mij, zeg maar, een van de mooiste nummers vindt. Hier komt Henk Westbroek met Zelfs je naam is mooi.